En hallo mensen van MixGamers, welkom bij een nieuwe aflevering van Just Cause 2. Ik heb lang nagedacht. Eigenlijk heb ik maar 3 seconden nagedacht. En wat de fuck komen jullie dan doen? Geef me heel eventjes een emotioneel momentje. Jongens, omdat de blauwe missies zo awesome waren, ga ik toch voor de rode blauwe gasten. Roaches HQ. Ja, dan dacht je heel eventjes dat ik voor de Reaper zou kiezen. Nou, ik heb heel vaak gezegd in deze serie van... Oh, dat kutwijf. Oh, godverdomme. Niet weer die Reapers. Ik moet alweer zo'n kut escort missie doen. Nou, jongens. Mijn keuze is overduidelijk. Ik ga voor de blauwe mannetjes. Als jullie dit ook al hadden gedaan, dan ben je echt fucking awesome. Want dan heb je echt deze serie gekeken. Als jij dat hebt geraden kijken, dan heb jij deze serie gekeken en zeg jij straks trots. Ja, ik had het goed, jongens. Ik had het goed. Ik had het goed. Yes, we can. Oh, maar als ik lui was, had ik toch voor de rode gekozen. Want jij, die waren het dichtstbij. Want zo begon deze serie ook. Ik zo van, zou ik nog moeten kiezen voor welke ik ga werken? Voor welke groep? En, ik heb denk ik toch wel een goede keuze gemaakt. Aan het begin heb ik gewoon meteen voor de rooien gekozen. Want ja, die waren het dichtst erbij. Maar ja, ik vond de rooien toch niet echt heel leuk. En wat de fuck deed ik met water elke keer? Maakt niet uit. Volgens mij zitten ze gewoon op monsters geschieten. Jongens, het is allemaal helemaal geweldig. Maar ik ga naar de blauwe. Volgens mij is dat ook die ene, die dikke gast. Ik vond hem echt awesome. Ook al deed die gele, die zat de hele tijd... Hey, Serdadoe! Of was dat niet die gele? Ik weet het allemaal niet meer, jongens. Ik ga alles ook door elkaar heen. Er was in ieder geval één vrouwtje. Één dikke meneer die ik echt fucking awesome vond. Serdadoe. Dat zegt wel genoeg, want dan weten jullie waarschijnlijk wel over wie ik het heb. Of over welk personage. Want die zat er bij de vorige aflevering ook al. Dus ik kan alweer vergeten voor welke missie ik heb gedaan van de vorige aflevering. En terwijl ik dit achter elkaar opneem. Noem mij dom, maar ik noem mezelf Niels. En ik vind het ook wel grappig dat ik elke keer echt klaar ben met mijn verhaal. Als ik aankom bij het hoofdgebouw. Ja jongens, ik kies voor jullie. Ding dong. Ja, het is hij. Woo! Come for more work, I suspect. It is a pity that you are not a dentist. That is what I need right now. I have a terrible pain in my tooth. With what I can offer you, my friend, you'll soon forget your pain. Aww. I know where baby Panne is hiding his short ass. A better remedy ha, I have not known. Ha, jij mallert. My men are at your command. Weet je, ik vraag me af, is er een... Nee, wacht nou, erg even. Is er een goede keuze? Now the roaches swarm nee. The open, revealing the power. Nee. Using your info, I have made a plan for you. I shall be with you all the way via radio and try to help out where I can. Nee. Soon. Nee. My pain will be gone. Oh nee. Oh farewell, nee. Scorpio. Diederik. Nee. Nee, Diederik. Nee. Nee. Dit is toch geen escort missie. Dit is toch geen escort missie. Ik denk dat ik toch maar voor die shotgun ga. Nee. Nee, moet ik weer... Nee. Nee. Oh, ik heb nu al spijt van mijn keuze. Waarschijnlijk moest je bij die andere ook hetzelfde doen. Maar dat maakt niet uit, jongens. Ah, escort missie. Escort missie. Yay. Volgens mij. Weet ik niet zeker. Het lijkt in ieder geval goed op. Volgens mij is het niet zo, jongens. Als het niet zo was, sorry game. Oh jongens. Ik haal helemaal eventjes daarvan. Fuck jou. Laten we maar eventjes gewoon een beetje, ja, wat je altijd doet met Just Cause, een beetje mensen neerknallen. Ja, dat toch, ja. Weet je, ook een beetje chaos creëren mag nog wel, jongens. Het is nu nog kerstmis, nu mag alles nog. Hey. Weet je, een beetje vuurwerk. Hier, kijk, vuurwerk. 3, 2, 1. Vuurwerk. Boom. Mooi, yo, zie die gast vliegen, jongen. Wow, dat was cool. 10 punten van mijn spel, 10 punten.
Wauw, ze zijn nog wel redelijk veel eigenlijk. Ik ben wel eens meer gewend, zoals in die ene missie. Wow, yo, zie hem vliegen. Oh mijn god, ik heb overpowerde gasten gekozen, nee. Ik heb geen spijt meer van mijn keuze. Deze gasten zijn fucking OP. Nog erger dan ik. Oké, op naar de rally point. We zijn er al. We zijn er al, in plaats van bijna. We komen eraan, jongens. Wow, yo, die gast die vloog weer. Echt, iedereen vliegt in deze missie. Kijk, hij ook weer. Ik hoef niks te doen. Ik hoef alleen maar een beetje dom... eigenlijk alleen maar te grappelen. Hier, kijk. Ik kom achter de linies. Fuck jullie. Hey. Forward, Scorpio. Lead them to the prize. Ja, kom maar, jongens. Ik heb money and bitches. Volg mij van money and bitches. Hier, kijk. Ze komen allemaal achter mij. Kijken wie money en wie bitches wil. Waarschijnlijk die mensen. Oi. Toch wel leuk eventjes. Weet je, ik zat te klagen aan het begin. Maar hij is toch wel leuk, deze missie. Ja, ik vind hem tof. En als ik hem tof vind, dan moeten jullie ermee dealen, bitches. Oh mijn god, nee. I know where this is going to. Help, mama. Mijn moeder is niet thuis. Mijn vader is niet thuis. Nog langer niet. La. Hoe kom ik aan deze gun? Ik heb geen idee. Ik ga er wel gewoon mee schieten, want nu heb ik hem. Oeps. Sorry meneer. Volgens mij heb ik zojuist mijn eigen mannen neergeschoten. Oh kut Niels. Oké, nice. Waar zitten die gasten dan? Ze zitten. Oh wow, daar zitten ze. Ik denk dat ik gewoon geen fuck op ze uit ga doen. Oh mijn god, kabelbaan. Oh jee. Oh kut. Ik ben dood. Hoort er allemaal bij. Oh jongens, zeg. Restart. Oh mijn god, dan moet deze video maar langer worden. Boeit me allemaal ook geen kut. Hebben we ook geen ene donder met Ruud. Ja, dat heb ik al gedaan. Heb ik je de vorige keer ook al uitgelegd. Ja, die zie ik. Keep the cannon safe. Oeps. Oh, wacht. Is die nog niet kapot? Oh, what the fuck. Oké, ik moet eerst die gast even neerknallen. Nice. En hij zei ook dat ik alle troepen eromheen moest killen. Dus ja, dat doe ik even. Want zo lief ben ik wel, hè. Zo lief ben ik wel voor de wereld. Ik iedereen neerknal van mijn eigen doeleinden. Fuck jullie. Oké, zijn al dood. Oh nee, wacht. Jij mallert. Laten we maar eventjes gewoon een beetje... Weet je wel, een beetje granaten zo. Woop! In de lucht. Ja, jongens. Lekker door. Ja, ik ga in de kabel bij, jongens. Laten we vertrekken. Ja, jongen. Je moet maar eventjes wachten. Ik heb ook mijn ontspanning nodig, weet je. Ik ga hier wel gewoon een beetje inzitten. Beetje rondwaggelen. En lekker met de kabelbaan. Weet je, is een keer geen zorgen aan je hoofd. Je hebt die gun misschien wel in je handen vast, maar je bedoelt het niet zo. Het is allemaal zo gepland, jongens. Het moet allemaal zo zijn. Het is allemaal mijn wil. En mijn wil is wet in een videogame. Oh! Nee! Oké, nu is het over. Jullie gaan echt allemaal sterven nu. Jullie gaan niet mijn kabelbaan kapot maken. Dat ligt nog wel gevoelig, jongens. Oh, what the fuck. Gooi ik een granaat op mezelf. Ja, dat gaat helpen, Niels. Dat gaat helpen. Hier, vang deze. Gewoon hen neerknallen. Oh, help. Oeps. Granaat naast me. Dat is niet de bedoeling. Weet je, ik ga wel een beetje aan de zijkant van dit gebouw hangen. Daarop. Ja, yes. Satellietish. Moet ik die ook killen? Nee, die moet ik niet kapot maken.
Hoezo kill je een satellietisch? Ik heb geen idee. Laten we maar gewoon dit doen, jongens. Kijk, we... Gewoon een beetje secret, zo. En dan... Yo, jongens, ik ga er weer vandoor. Ze schieten trouwens nog steeds op me. Dat is niet de bedoeling. Destroy the last AA gun. Oké, er is er nog eentje. Het is vaak zo bij videogames. 3 en dan houdt het op, weet je. Zo zit het in elkaar in de wet van de videogames. We're sending some help. Ja, wat stond er net? Pen click. Hij zei toch alleen, I'm sending some help. Wat? Oké, daar klopt iets niet. Dat zeg ik wel vaker, denk ik. Zo, eventjes hier omhoog. Weet je wel, een beetje rustig. Oude Just Cause style. Ja, ik ben onderweg, chill. Ik ben al onderweg, niks aan de hand. Anti-aircraft gun. Oeh. Mag ik hem niet gewoon zelf besturen? Dat lijkt me veel leuker. Oh jee, oh jee. Wie de fuck zit er om mij te schieten? Maar dat vind ik niet lief. Oh, hij daar. Hij daar. Freak. Oké, ik wil nog heel even kijken wat voor wapen dat is. Maar dan moet hij... Juist, yes. Oh jee. Gewoon een beetje van de afstand zo op. Ik heb triggered explosives, dat vind ik leuk. Oh mijn god, ik zie daar een hoofd. Wie heeft dat mooie hoofd daar eruit geslagen? Want die mag best wel helpen bij mijn beeldenvorming werk. Ja, die babypanda is echt wel ergens mee bezig. Wow, yo, dit hoofd is fucking ziek. Dat is echt een ziekelijk hoofd. Waarom moet dat, dat één in de Verenigde Staten, weet je wel, met die 4 mensen toch? Okay, zijn het er 4? Ready, engineers and eggheads. 3, 2, hij praat niet 1. Eens, zijn lippen bewegen niet access. Eens. That guy should floss more often. Kut, Rico. Oké, nu voor de leprechaun. Toen Arnia! YOLO! Hallo. Is toch wel helemaal niemand? Wat een geheime basis en niemand is hier. They always creep me out. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, Rico. Je snapt mijn gevoelens. Datzelfde zei ik net ook. Maar ik ga gewoon rustig hier overheen. Ik bedoel, ik ga er niet middenin springen. Maar dat is niet slim. Weet je? Soms moet je even kijken of je niet ergens aan het of je niet de recording hebt overgeslagen. Of niet de recording aan hebt gezet. Ben ik nog steeds bang voor, jongens. Maar dan jullie ondertussen wel een keer door. Want elke keer als de pauzescherm er ook komt, ben ik er eigenlijk aan het kijken. Ja, dat is raar, hè? Oh mijn god, de gong. Ik vertrouw dit niet echt, Rico. Er is gewoon helemaal niemand. Wat is dit voor missie? Oh, het is hij weer. Oh mijn god, ze hebben me daar. Daar heb je de baby panda. I have been expecting you, the American agent. Please tell me you are not also here to steal Panao's beautiful black gold. Wat moet je met zwart goud? Oh, oil. Oh. Always this damn oil. Ja, het is ook altijd oorlog om olie. More oil than any reserve on the whole planet. I am going to control the whole world. Oh no, little man. Not if I can stop it. Oh, yeah. Zit ze gewoon beiden, ja, klaar. The only thing I love. And now that Jade is dead, we'll die together. Imbecile. Grotesque. I command you to stop. Get that ring away from me. Throw it away. Rennen! Oh yeah. Fuck. Jade is still alive. She wanted to tell you something about never seeing you again. What the fuck? Ja, kut leven. We have a visual requesting backup. Oh, wat is hij tegen mij? Volgens mij is hij tegen mij. Kleine gok, hoor. Kleine simpele gok, maar goed. Ik weet niet wat ik nu doe. Nee, oh mijn god, er zitten er 2. Oh jee. Ja, nice. Snel eventjes wat medic gepakt. Zonder dat ik het eigenlijk wilde, maar goed, dat maakt niet uit. Kom jij maar eens even tevoorschijn. Moet ik wel op je kunnen grappelen, graag, dank je. Oké, mooi, yo, hij schiet raketten. Laat ik eerst maar eens gewoon deze gast overnemen.
Zo, en nu kan ik er als goed is instappen. 2, 3, 2. Ze zouden ook wel weer bezoekers hebben op de grond, neem ik aan. Maar dat is altijd zo, als ik zo'n awesome ding heb, dan hebben ze allemaal weer bezoekers. Ja, dat dacht ik al wel. Gewoon een beetje zo, yay! Woo! Daar gaan we gewoon. Gewoon een beetje schreeuwen en schieten. Dat werkt altijd, jongens. Waar zitten die gasten? Ik heb ook helemaal niet door waar ze zitten. Ik schiet er gewoon een beetje dom in het rond en dan zie ik wel. Oké, daar vliegt ook nog iets in, random in het rond. Oh jee. Dat ging niet goed. Hey. Oh mijn god, dat ging echt... Wauw. Gelukkig is het echt een restart van checkpoint. En dan kun je gewoon meteen weer... Ja, bij je oude checkpoint weer beginnen. Want daar staat restart voor checkpoint van. En dat vind ik best wel cool. Daar kan ik best wel mee leven. Waar zit jij? Oh ja, daar zit je weer. Hi, jongens. Oké, laat ik eerst maar eens gewoon die lui die daar op zitten. Zoals die en die en die. Oké, volgens mij heb ik ze. Niet zeker. Oh, what the fuck. Dit is fucking moeilijk. Beter idee. Kan ik triggered explosives erop plakken? Dat wil ik altijd al een keer weten. Maar dat, jongens, dat antwoord ga ik jullie denk ik geven in de volgende aflevering. Mensheid, vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer, reageer misschien tot de volgende keer. Mensheid, ajo.